رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا تنما. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. خأخت كايكرز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، de prachtige maand van Ramadan is begonnen. Een maand van zegeningen, de maand waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden. Maar helaas zal het dit jaar een beetje anders verlopen vanwege de situatie. We zullen niet in een grote groep bij elkaar kunnen komen om Allah subhanahu wa ta'ala gezamenlijk te kunnen aanbidden. Dat betekent dat velen thuis hun gebeden, recitatie, smeekbeden moeten verrichten. Probeer goed gebruik te maken van deze maand en inshallah ta'ala zal deze maand al onze problemen verhelpen. Ook is het belangrijk dat wij de zaken omtrent deze maand herhalen. De zaken omtrent deze maand in onze geheugens opfrissen. Welke handelingen zijn toegestaan tijdens het vasten? Welke handelingen zijn niet toegestaan tijdens het vasten? Welke handelingen zullen het vasten verbreken? Welke handelingen zijn ongewenst tijdens het vasten? En ga zo maar door. Daarom wil ik het vandaag over die handelingen hebben die het vasten zullen verbreken. Handelingen die het vasten verbreken. Kwestie 1. Als iemand zich het vasten herinnert en bij het herinneren eet, drinkt of aan de geslachtsgemeenschap doet, zal zijn vasten verbreken. En als iemand vergeten was dat hij aan het vasten was en dan eet, drinkt of aan de geslachtsgemeenschap doet, zal zijn vasten niet verbreken. Kwestie 2. Het gebruik van shisha, sigaretten en sigaren verbreekt het vasten. Kwestie 3. Als suiker, jaggery is deels geraffineerde suiker uit India die gemaakt wordt van rietsuiker of palmsuiker. En zulk voedsel worden gebruikt die bij het zetten in de mond smelt en daarna in de mond worden gezet en het spuug wordt ingeslikt, zal het vasten verbreken. Kwestie 4. Als er iets tussen de tanden zit die gelijk is aan de grootte van een kikkererwt of groter is dan de grootte van een kikkererwt en wordt opgegeten, zal het vasten verbreken. 3. En als iets tussen de tanden zit die kleiner is dan de grootte van een kikkererwt en vervolgens uit de mond wordt gehaald en daarna pas wordt opgegeten, zal het vasten verbreken. Kwestie 5. Als het tandvlees bloedt, waarna het bloed door de keel naar binnen gaat en het bloed meer is dan het spuug, of het bloed gelijk is aan het spuug, of het bloed minder is dan het spuug, maar de smaak in de keel te proeven is, zal het vasten verbreken. En als het bloed minder is dan het spuug, maar de smaak in de keel niet te proeven is, zal het vasten niet verbreken. Kwestie 6. Door een darmspoeling zal het vasten verbreken. Kwestie 7.
bij het gebruik van medicijnen die door de neushalte binnen worden gebracht, zal het vasten verbreken. Kwestie 8. Als olie in de oren worden gedruppeld of olie per ongeluk naar binnen is gegaan, zal het vasten verbreken. En als water in de oren wordt gedruppeld of water per ongeluk naar binnen is gegaan, zal het vasten niet verbreken. Kwestie 9. Als bij het gorgelen water per ongeluk in de keel gaat of bij het snuiven van water in de neus water de hersenen bereikt, zal het vasten verbreken. Ik heb hier het woord per ongeluk gebruikt. Met per ongeluk wordt hier bedoeld dat iemand zich het vasten herinnert en dat hij het herinnert per ongeluk zo'n situatie plaatsvindt. Dus als iemand vergeet dat hij vastende is en bij het gorgelen het water in de keel gaat of bij het snuiven van water water in de keel komt, zal het vasten in zo'n situatie niet verbreken. Kwestie 10. Als tijdens het slapen per ongeluk water wordt gedronken of iets wordt gegeten of bij het openstaan van de mond een druppel water of hagel in de keel terechtkomt, zal het vasten verbreken. Kwestie 11. Bij het inslikken van andermans spuug of als iemand eerst op zijn eigen handen spuugt en vervolgens weer zijn eigen spuug inslikt, zal het vasten verbreken. Kwestie 12. Als bij het zetten van een gekleurde draad in de mond het spuug gekleurd wordt en het spuug vervolgens wordt ingeslikt, zal het vasten verbreken. Kwestie 13. Als er tranen in de mond gaan en die worden ingeslikt, 1. Zijn het 1 of 2 druppels, dan zal het vasten niet verbreken. En zijn het meer dan 2 druppels, waardoor de zoute smaak van tranen in het gehele mond te proeven is, zal het vasten verbreken. Hetzelfde geldt voor zweet. Kwestie 14. Als de man de vrouw kust of aanraakt of vrijt zonder geslachtsgemeenschap of omhelst, waardoor er een zaadlozing plaatsvindt, zal het vasten verbreken. En zijn de kleren van de vrouw zo dik, waardoor de lichaamswarmte niet te voelen is en de vrouw boven de kleren wordt aangeraakt en hierdoor een zaadlozing plaatsvindt, zal het vasten niet verbreken. Ik had net gezegd, als de man de vrouw aanraakt, nu het omgekeerde. Als de vrouw de man aanraakt en hierdoor een zaadlozing plaatsvindt, zal het vasten niet verbreken. Kwestie 15. Als met opzet een mondvol wordt gebruikt en de vasten en het vasten herinnerd wordt, zal het vasten verbreken. En als met opzet minder dan een mondvol wordt gebruikt en het vasten herinnerd wordt, zal het vasten niet verbreken. Als zonder opzet wordt gebruikt, zal het vasten niet verbreken. Hierbij maakt het niet uit of het braaksel veel is of weinig. Kwestie 17. Als zonder opzet braak richting de mond komt en vanzelf weer naar beneden zakt, zal het vasten niet verbreken. Hierbij maakt het niet uit of het braaksel veel is of weinig. Ook maakt het hierbij niet uit of het vasten herinnerd wordt of niet. Kwestie 18. Het bovengenoemde over braken geldt voor braaksel dat bestaat uit eten, gal of bloed. Bestaat het braaksel uit slijm, dan zal het vasten niet verbreken, ongeacht wat de situatie is. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten tijdens de maand Ramadan accepteren. Moge Allah subhanahu wa ta'ala
onze kleine en grote zondes doen vergeven. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.